We zijn een club die zijn opgericht in 1937. We hebben zo 2 jaar geleden ons 85-jarig jubileum gevierd. En dat waren toen de Hartelust en de Caprera. Dat waren 2 meisjesgroepen in die tijd. En in 1937 was er de World Scout Jamboree. Dus er zijn heel veel clubs in dat jaar opgericht, omdat dat een hele boost heeft gegeven aan scouting in Nederland. In 1974 zijn die clubs gefuseerd tot Bos en Duin. Dus in feite bestaan we dit jaar 50 jaar. Nou, daar doen we niks aan, want we hebben net 2 jaar geleden een jubileum gevierd. Maar het is op zich wel leuk om misschien te kijken of we in de toekomst het echte Bos en Duin jubileum gaan oppakken. We hebben hier een heel mooi clubgebouw en daar is Gert-Jan de voorzitter van, want we hebben 2 gesplitste stichtingen. En jij vertelde net dat dit gebouw is in 1967 neergezet. Ja. En daar was jullie stichting als overkoepelende stichting. Ja, op dat moment waren 2 groepen en die hebben met elkaar die stichting opgericht om de formele juridische kant netjes in de stichting te regelen. En nu heeft het gebouw op zich een nieuw verfje nodig, want het staat natuurlijk lekker buiten in de weer en wind. En we gaan niet aan deze kant aan de slag, want onze meiden zijn heerlijk op het terrein bezig. Die hebben hier dit weekend een heel weekend, dus die gaan kamperen vanavond en morgen. En vanmiddag zijn ze de hele middag fietsen en wandelen door de buurt, dat noemen we hiken. Slapen ze hier vannacht? En ze slapen vannacht hier in de tenten buiten. En ze gaan met de houten palen, pio-palen noemen we dat, gaan ze nu hun eigen keukens bouwen. En dan gaan ze straks de hike lopen en daar krijgen ze allemaal punten voor. En dat gaat over samenwerking en dat gaat over sociale veiligheid en doe je het op de goede manier, weet je wat je allemaal moet doen en werkt het goed met elkaar. En degene die daar straks dan van winnen, ja, dus houden we eigenlijk niet van winnen binnen scouting, maar ja, dat vinden andere mensen wel leuk. Die gaat straks naar de regionale scoutingwedstrijden en als je daar bij de top 3 hoort, ga je naar de landelijke scoutingwedstrijden. En daar zijn dan zo'n 6000 scouts bij elkaar die dus ook weer dan een heel weekend met elkaar gaan kamperen. En dat is eigenlijk de kern van scouting. Ja, lekker buiten bezig zijn met stoere dingen. Ja, en ze moeten dus vanavond ook zelf koken op hun eigen geknutselde keuken. En wij gaan aan de achterkant van het gebouw aan de slag. Ja, dat is een beetje een